Inclusiviteit en het tegengaan van discriminatie is een belangrijk traject voor de LGBT-gemeenschap van Suriname. Tegen deze gedachte vond gisteren de lancering plaats van de International Day Against Homophobia, Bifobia en Transphobia Week. Deze dag is tot stand gekomen omdat de LGBT-gemeenschap in 1990 officieel door de World Health Organization is weggehaald van de lijst van mentale aandoeningen. De onthulling van de muurschilderij is een zichtbaar teken van het bevorderen van de rechten van de gemeenschap. Ook staat dit in het teken van een safe space voor een ieder die deel is van de gemeenschap. Dat zegt de vertegenwoordiger van Stichting Parea, Patrick Liesdek, die uitleg geeft over het schilderij. Ik zie daar twee ogen van de community, van ons, die naar jullie kijkt, maar jullie ook naar ons. Wat doen we, wat hebben we gedaan? The past, the present and the future. Where are we going? De voorzitter van het LGBT-platform in Suriname, Omar Overman, zegt dat de onthulling van de muurschilderij een duidelijk signaal geeft van het eisen van meer inclusiviteit. Volgens Overman moet een ieder zichtbaar zijn, ongeacht de seksuele geaardheid. Maar het gaat er vooral om dat discriminatie pijn doet. En ongeacht welk gezicht erachter staat, je kan geen etniciteit, geen kleur, geen seks, geen gender of achter kun je terugzien. Maar iedereen kan daar pijn voelen als je uitgesloten wordt in de samenleving. En we mogen blij zijn in een land als Suriname dat we misschien geen geweld hebben, maar er zijn nog steeds mensen die op een of andere manier zich uitgesloten voelen op het werk, omdat ze niet zichzelf kunnen zijn, op school, thuis. En dat doet pijn. En we willen dat namelijk met dit werkstuk willen we dat tentoonstellen, dat er nog steeds mensen zijn die niet overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn. En zij zich dat doen pijn. Dus dankjewel aan de kunstenaars, aan Parea, projecten en natuurlijk aan alle sponsoren die dit mogelijk hebben gedaan. Met de lancering van deze activiteit is een start zijn gegeven aan de activiteiten van de partnerschappen met diverse organisaties en personen.